We zijn vandaag in Monschau. Monschau, net over de Belgische grens in Duitsland. Toeristisch plaatsje. Veel van die vakwerkhuizen. Leuke terrasjes. Ja, leuk om te zien en te fotograferen. Ze hebben hier ook geregeld dat er een camperplaats bij is. Nou, je ziet hem hier achter mij. Er is vandaag wat bedrijvigheid in verband met bestrating. Maar ze hebben hier keurig 4 camperplaatsen aangelegd. Zelfs met alle voorzieningen. Dat wil zeggen, je kunt hier ontzorgen en water vullen. En je betaalt hier voor het parkeren overdag 7 euro. Wil je ook overnachten, betaal je 5 euro extra. Die overnachtingstarief geldt dan van 7 uur tot, ik geloof, 6 uur 's morgens. Of 7 uur 's morgens. Dus 12 euro compleet. Heb je alles erbij. De stroom moet je volgens mij voor betalen. Ik kijk net even naar de zeil. Daar zal dan nog wat extra's bij komen. Maar verder sta je hier keurig verhard en je bent op 800 meter lopen van het centrum. Je loopt zo via een voetgangersroute naar het centrum van Monschau. En je ziet leuke beelden van het stadje Monschau. Geen droombeelden deze keer, is een beetje lastig daar in het centrum. Maar verder een prima plek aan de andere kant als waarvan je mij ziet. Daar is ook nog een overdekt zwembad. Dus, kortom, dagje Monschau en dagje Monschau. Prima, dacht ik.